welkom. Natuurlijk ook aan de jeugd. We weten dat er is veel jeugd hier aanwezig. Maar ook de jeugd is heel belangrijk dat zij hier aanwezig zijn bij deze opening. Een speciaal welkom aan ons wethouder Dimitri, aan Michelle en Bram van Sportief Opgewekt. En als voorzitter is het natuurlijk altijd mooi om een opening om daarbij te mogen spreken. Maar ik wil vanuit onze vereniging Willy Edeveen benoemen, want hij is de persoon die heel belangrijk is geweest in het voor elkaar krijgen van dit project. Voor onze vereniging was deze stap een logische, maar ook spannende stap. Op het gebied van papier, glas en plastic deden en doen we als vereniging alle mogelijke. En nu is het ook op het energiegebied. Alles wordt ingegeven door een bij ons regelmatig terugkerende decreet. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En aangezien we veel jeugd hebben, proberen wij ook zoveel mogelijk voor hun toekomst te zorgen. Deze verduurzaming kan daar een klein stapje in helpen. Natuurlijk speelt ook de financiële kant een rol. Er is behoorlijk geïnvesteerd en daar hadden we ook extra partijen voor nodig. Dat is gelukkig allemaal gelukt en in de toekomst gaan we hier dus ook financiële vruchten van plukken. Zo hopen we met deze minder ingekochte energie meer financiële ruimte te creëren. In de eerste maanden hebben we al ruim 29.000 kilowattuur opgewekt. Bovendien past dit alles prima in de doelstelling die onze gemeente zichzelf heeft gesteld. Nu dit project succesvol is afgesloten, kijken wij alweer voorzichtig naar de verdere mogelijkheden van verduurzaming. Er zijn nog uitdagingen waarvan het terugdringen van het gasverbruik er één van is. Met alleen het aanbrengen van deurdrangers gaan we dat absoluut niet redden. De energietransitie zal de verenigingen niet onberoerd laten. Dus ook onze vereniging niet. En dan geef ik nu graag het woord aan Dimitri, onze wethouder, onder andere van energie. Dank Frans, dank voor deze eerste woorden. Fantastisch om hier te zijn. Fantastisch om ook te zien dat je in de woorden van Frans ook gelijk hoort dat deze club gewoon heel erg duurzaam bezig is. Dat het met zonnepanelen aan de ene kant al gestart is, maar dat ze ook verder willen denken om deze club zelfs van het aardgas af te halen. Een fantastische prestatie in deze. Hier bij RKSV Triel hebben we nu een prachtig mooi voorbeeld hoe je als voetbalvereniging duurzaamheid aanpakt en daadwerkelijk zelfvoorzienend bent. Door het plaatsen van deze zonnepanelen treedt RKSV Triel toe tot een groep duurzame sportclubs en dragen zij bij aan onze gezamenlijke duurzaamheidsambitie. Het is een mooi voorbeeld voor andere sportclubs en uiteraard aan de leden van RKSV Triel. Door dit voorbeeld te geven, zien mensen dat hun club duurzaam is. En daarmee een visie op de toekomst heeft. Een club waar ze trots op mogen zijn. Uiteraard wil ik ook Sportief Opgewekt, een onderdeel van Slim Opgewekt, bedanken voor het begeleiden van RKSV Driel in dit proces. En dat we vandaag met z'n allen dit heugelijke feit mogen vieren en deze zonnepanelen straks daadwerkelijk op mogen zien. Dank jullie wel. En laten we deze club nog duurzamer maken voor de toekomst, voor jullie leden en voor jullie jeugdleden. Dank jullie wel. Nou, ik kan er niet zo heel veel meer aan toevoegen. Mijn naam is Bram Sluit van Sportief Opgewekt. Samen met de club, het bestuur, maar inderdaad met name toch met Willy zijn we dit project opgestart. Heeft de gemeente een hele mooie rol gespeeld en heeft uiteindelijk geresulteerd in dat hier nu op alle velden ledverlichting is. En inderdaad ledverlichting in het clubhuis en natuurlijk de zonnepanelen geïnstalleerd zijn. En ik heb nog even nagekeken, want wat betekent dat nou eigenlijk concreet? Is dat door die ledverlichting en die zonnepanelen wordt hier bij de club 20.000 kilo CO2 uitstoot bespaard per jaar. En nou denk je misschien, ja, 20.000 kilo, hoeveel is dat? Als je hetzelfde zou willen doen door bomen te planten, wat een goede manier is, zou je elk jaar zo'n 1000 volwassen eiken moeten plaatsen.
Dus dat is echt enorm veel. Er zullen alle velden vol staan met bomen. En dat wordt hier gewoon elk jaar gerealiseerd. Door de inspanningen van, ja, van het bestuur en iedereen, de gemeente en iedereen eromheen. En natuurlijk heeft het ook een financiële positieve component, wat natuurlijk extra mooi is. Wij hebben er hier als sportief opgewerkt heel goed samen kunnen werken met de club. Dat is echt een prettige samenwerking. En we hopen dat nog heel veel andere clubs ook zullen volgen. Heel veel clubs hier in de regio hebben het al gedaan. Maar er zijn nog heel veel clubs die deze stap moeten zetten. En inderdaad, wat terecht gezegd wordt, het werk is nog niet af. Er zijn heel veel mogelijkheden, met name gas, ook andere opties. Dus we hopen hier de komende jaren nog heel veel mooie dingen te gaan zien. Dan gaan we denk ik nu even over tot de officiële opening. Dus ik wil Dimitri en Frans... Ja, en jullie willen graag ook bij. Want we hebben een mooie vlag hangen. Met de opnieuw zonsteden. Want inderdaad, het gaat om de jeugd. Maar we zijn ook inderdaad een beetje dankbaar. Dus jullie wil graag dat jij bij mij hebt staan. Want we gaan dan officieel... Ja, gelukkig heb ik een lengte van 2,5 meter in deze. Ja, het is heel duidelijk die waar staan. Willy, wil ik jou vragen om samen bij de knop in te drukken? Met die kant te kijken. Dat staat mooi op de foto. Daar hebben we daarna nog wat leuks voor jullie. Maar dan gaan we eerst even dit doen. Want dan gaan we dit project openen. En dan tellen we even af voor 5, met z'n allen. 4, 3, 2, 1. Oké, nog voordat je wegloopt, nog een cadeau voor de club. Deze wil ik niet helemaal overhandigen. We maken gelijk even open. Gaan we dat even doen? Maar inderdaad, wat inspanningen van Willy. Heb ik dit cadeau? Ik zeg ook kijk even wat erin zit. Het is redelijk zwaar. Die hebben wij voor jullie om op te hangen in de kantine. Dat iedereen kan zien dat jullie een duurzame club zijn en wat jullie gepresteerd hebben. En deze, ja, het is Tim. Dat wil ik openmaken. Het is een stoeptegel. Die echt neergelegd kan worden dat iedereen die langs moet lopen en af en toe naar beneden kijkt ook kan zien dat RKC Biel een duurzame club is geworden. Toevallig hebben wij een pad waar wij ook onze vrijwilligers die elk jaar een vrijwilligersprijs krijgen. Dus ook deze tegel zal daarbij geplaatst worden. Dank u wel. Nou, hartstikke mooi. Goeie laag, maar wel uiteindelijk heb je dat nieuwtje. Ja, inderdaad. Nou, dames en heren, daarmee zijn we dus nu ook weer de gelukkige club. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid. Ik dank jullie voor jullie inzet nogmaals en hetgeen wat jullie allemaal gedaan hebben in deze club. En ik wil graag iedereen een prettige zondag verder wensen. Dank u wel en graag tot de volgende keer. Wel opgaan.